Ik denk dat ze weg zijn. Het is de kluwelen. Ze weten het. Dan waren ze al lang hier geweest. Dan waren ze nu niet weggegaan. Ze zijn er. Ik weet het zeker. Ze zijn weggegaan om versterking te halen. Het is ontzien dat ze terugkomen. Maar ik heb ook een gestapel geweest, hè. Persoonlijk bewijs getrokken. Of een dief die kwam inbreken. We moeten wat doen. Zijn we ontdekt. Haal water. Ik ga naar beneden om te kijken. Nee, papa, nee. Ze zitten op je te wachten. Ze willen je geval laten lopen. Papa, voor maandagmorgen komt hier geen mens. Miep niet, nee, kralen niet. We kunnen niet zo lang wachten. We moeten in onzekerheid blijven. We moeten weten wat er gebeurd is. Nee, papa, nee. Is niet gaan. Stil, mijn schat. Stil maar. Stil. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Het was een inbreker. De kraan heeft hem op de vlucht gejaagd. Hij heeft het geldkistje meegenomen en de kleine schrijfmachine. Hij had zo'n haast om weg te komen dat hij de buitendeur wijd open heeft laten staan. Zo, maak nu eerst maar eens wat licht. Kan het echt geen kwaad? Nee, hoor. Het gevaar is nu voorbij. Stil maar aan. Alles is nu in orde. Oh ja? Wie zegt dat? Begrijpt u dan niet, meneer Frank, dat we nu pas echt gevaar lopen? Zou u willen zwijgen, meneer Tussel? Dankzij die onhandige idioot daar, weet iemand nu dat wij hier zijn. Iemand weet dat wij hier ondergedoken zijn. Goed. Dan weet die iemand dat. Maar wie is het? Een dief? Een inbreker? Dacht u nou werkelijk dat de dief het in zijn kop zou halen om naar de groene politie te gaan en te zeggen, was me daar laatst aan het inbreken? Toen merkte ik dat er mensen aanwezig waren. Ja, wat denkt u nou, dat zo'n dief besjoggen is? Jazeker, dat denk ik. Ah, u bent zelf besjoggen. Op een goede dag wordt hij gesnapt. En wat doet hij dan? Dan stapt hij naar de groene politie en probeert het met ze op een akkoordje te gooien. Als zij hem niets maken, dan zal hij ze vertellen waar ze een stelletje ondergedoken joden kunnen vinden. Hij heeft gelijk. Laten we weggaan. Kom, we kunnen hier niet blijven. Laten we weggaan. Weggaan? Waarheen dan wel? Ja, waarheen? Zijn we nu opeens al ons vertrouwen kwijt? Al onze moed? Daarnet dachten we nog dat ze ons kwamen halen. Dit is het einde, hebben we tegen onszelf gezegd. Maar dit was het einde niet. We leven, we zijn veilig. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God, die ons heeft behouden. En het ons heeft vergund dit blijde feest te vieren. Kom aan, zing. Het kan elkaar niet. Shabbat shalom.
Schirmismor, Chanukka tamid beyach. Maos tzu Yeshuati, lechanai leshabeyach, tikom betefilati, lesham tuda leshabeyach. Goed van je. Danet. Jij durft ze, ze tenminste te zeggen. Precies zoals je het moet zeggen. Ik wou dat ik dat kon. Ik wil altijd al vooruit. Dat ik niet in mijn woorden komen kan. Ze kwamen helemaal niet. Die dussel, hè. Toen je dat over moesje zei. Dat ze opgegeten hadden. Ik dacht alleen maar. Sla hem van zijn kop. Ik kan hem zo een opdonder willen geven dat hij. Dat deed ik op school ook altijd. Als ik ruzie had. Omdat ik niet weet wat ik anders. Maar ja, hier in huis, dat is een oude vent. Kun je niet maken, hè? Nee. Maar als je denkt dat ik het zo goed doe, dan heb je het mis. Ik doe alles verkeerd. Ik zeg veel te veel en ik ga veel te ver. En zonder het te willen trap ik mensen op hun hart. Ik vind je geweldig. Weet je, ik bedoel, als jij er niet was. Nou, ik weet het. Ik bedoel maar. Meen je het dan, Peter? Echt waar? Anders zou ik het toch niet zeggen. Dankjewel. Oh, wat een hoop heb je. Wil je nu de baard voor op je kamertje? Juist omdat je er altijd een eeuwig zit te niksen. Mag je er best wat van hebben. Wat moet ik anders? Als ik daar weer begin te kiften of te zaniken, ben ik weg. Jij bot dat je een eigen kamertje hebt? De hooggeleerde dokter hangt hier de hele dag rond. Ik ben haast nooit een minuutje alleen. En als ze tegen mij beginnen te zaniken, dan kan ik geen kant op. En zo krijg ik elke keer de volle laag. Je hebt er net anders goed van je afgebeten. Oh, soms hè. Soms kan je zo razend worden. Waarom denken oudere mensen altijd dat zij het moeilijker hebben dan wij? Ze hebben overal een mening over, ze weten alles. Maar ze vergeten dat wij problemen hebben die nog nooit iemand van onze leeftijd gehad heeft. En net als je denkt een oplossing gevonden te hebben en je houdt je eraan vast.